Duurzaam en gezond eten voor de prijs van een snackbarmaaltijd. Bij de volkskantine in het centrum van Almere Stad kun je al voor 3 euro een maaltijd eten. Een jaar lang wordt er onderzocht of een maatschappelijk voedselsysteem mogelijk is in Almere. En het idee is een beetje dat je eigenlijk een soort basisvoorziening zou willen hebben voor goed eten. Vergelijkbaar met sociale woningbouw of openbaar vervoer. Sectoren die belangrijk zijn voor onze samenleving. En net als het gemeentelijk zwembad, de bibliotheek. Eigenlijk allemaal publieke voorzieningen die je in andere sectoren wel hebt. Maar op het gebied van eten eigenlijk nog niet. En daar willen wij verandering in brengen. Floris Visser kwam 2 jaar geleden zelf met dit idee voor een volkskantine. Hij vindt dat eten een basisvoorziening moet zijn. Toch is er volgens hem geen gelijke toegang tot goede en gezonde voeding. Ja, het is duur, het heeft een bepaalde uitstraling, een bepaalde exclusiviteit misschien zelfs. Zeker als je echt over duurzaam of biologisch praat, of misschien zelfs dingen als vegetarisch of plantaardig. Dan trekt het toch een bepaald publiek aan en het sluit onbedoeld denk ik ook een bepaald publiek uit. En daar moet volgens Visser verandering in komen. Voor 3, 5 of 8 euro heb je al een bord vol gezond eten van het seizoen. Ja, we hebben een menu met eigenlijk 15 gerechten. Veel groentes, veel peulvruchten, veel granen. Alles qua voedingswaarde op elkaar afgestemd, eiwitten. En mensen maken zelf een keuze, zeg maar, stellen zelf de maaltijd samen. Waarbij het idee altijd is, of het idee is dat je eigenlijk altijd wel een gezonde keuze maakt op deze manier. Groenten in de hoofdrol. Alles is biologisch. Alles is plantaardig. Het plantaardige proberen we ook niet als iets activistisch neer te zetten, maar echt als iets culinairs. Dus dat je eigenlijk een fantastische, lekkere maaltijd kunt eten zonder dat je daar concessies voor hoeft te doen. De volkskantine is nog maar net open. Maar Visser merkt dat de Almeerders de nieuwe plek wel weten te vinden. Ja, we zijn net open, maar we zien wel dat mensen toch snel naar binnen kijken en willen weten wat het is. En dat je toch ook, zeg maar, doordat het en snel is en betaalbaar. We hebben eigenlijk letterlijk de prijzen gespiegeld. We zitten tegenover de KFC. Wat je bij de KFC voor een burger of voor een menu betaalt. Ook een beetje als statement om te laten zien van wat ongezond is, is nu goedkoop. Terwijl eigenlijk zou je dat natuurlijk andersom willen hebben. Dus op die manier hebben we die prijzen nu gespiegeld. Dus ik heb wel de indruk dat mensen daar nieuwsgierig naar zijn.